De scheepstoeter heeft geklonken. Zoals gezegd, Lee en Ahmed kijken en hebben tranen in hun ogen en kippenvel op hun armen. Want aan hun voorbij schieten 17.000 mensen op deze 105e dag van 2024. Het is een schrikkeljaar. We hebben een dagje meer om te genieten van 2024. Maar vandaag genieten we enkel en alleen van hardlopende helden. Mensen die heel snel zijn, mensen die heel langzaam zijn. Maar of je snel of langzaam bent, het maakt niet uit of we je meten met een klok of we je meten met een kalender. Het maakt allemaal niet uit. Als jij de strijd aangaat met 42.195 meter Rotterdams asfalt, dan ben je een held. En dan maakt het niet uit of je de eerste of de laatste bent. En dan maakt het niet uit of je de eerste of de laatste bent. Want Radio Rijnmond, TV Rijnmond, Rijnmond.nl. We volgen je, we zien je, we hebben oog voor je. En niet alleen wij hebben dat. Ook die bijna een miljoen mensen langs de kant hebben een oog voor alles wat hier vandaag voorbij gaat komen. In alle kleuren, in deze mooie stad. De topsportstad van Nederland.